Het mooie van het manifest is ja, die grote brede samenwerking. Ja, dus de natuurbeschermingsorganisaties, de landbouw, wetenschap en de overheden die hebben samen de ambitie geformuleerd voor biodiversiteitsherstel. Ja, en als het gaat over de biodiversiteit van de veenkolonie, dan gaat het bijvoorbeeld al hartstikke goed met de groene glazen maken. Dankzij het schone water, dat is natuurlijk ook onze inzet als het gaat om de patrijs, de veldleeuwerik, de, kan ook de hotspot, de veenkolonie kan de hotspot worden daarvoor. Wij denken dat de samenwerking dat de kracht van het manifest is. Dat geeft ons ook vertrouwen dat dit initiatief het verschil gaat maken. Biodiversiteit is ook voor particuliere grondeigenaren heel belangrijk. Natuurmonumenten ziet in het plan als een soort aanjager voor alle partijen die meedoen om de biodiversiteit te herstellen en daarop meer natuurkwaliteit te krijgen. IVN steunt dit manifest omdat we biodiversiteit heel belangrijk vinden voor natuur en voor landschap. En alle Groningers moeten hiervan weten, dus wij werken heel graag mee aan participatie en de educatie. En wij steunen dit manifest omdat we graag bijdragen aan een beter verdienmodel voor de boer. En te zorgen dat er tijdens het hele project goed gecommuniceerd wordt over conflicten of bijvoorbeeld problemen onkruiden. Daarom werken we aan de weg naar de toekomst. Voor het Groen Landschap is het een heel belangrijk manifest. Er moet wat gebeuren aan de biodiversiteit. En het zou mooi zijn als ook in Groningen we daar toch met elkaar een soort koploperfunctie in kunnen pakken. Een belangrijk element is ook het hele landschappelijk raamwerk. We denken dat we ook dat de landbouw en de natuur kan verbinden. Een soort fijnmazig netwerk door het hele landbouwgebied, maar ook verbonden met de natuurgebieden. En de meidoorn is denk ik daar ook een hele mooie soort. Veel struwelen van meidoorn, bloemen, insecten, maar ook een prachtig landschap. We moeten dit samen doen, daarom bieden we het ook met 14 partijen aan. En we kunnen niet zonder provincie, dus Henk, neem het stokje ook van ons over en laten we dit samen tot een succes brengen. Ik heb gekozen voor de paardenbloem. Dat is een prachtige bloem, maar die heeft ook nog steeds voederwaarde. Ik denk dat dat ook de kern is waar wij voor staan. Er moet ook een verdienmodel zijn voor de boer. Maar ook wij zien dat er wat moet gebeuren aan de biodiversiteit. We zien om ons heen allerlei dingen waarom dat niet lukt. Graag pakken wij ook de handschoen op om dat samen met elkaar te verbeteren in Groningen. Vrouw Kiekendief, kenniscentrum Akkervogels. Steun het manifest om natuur, landbouw en landschap onlosmakelijk verbonden zijn. Waar wij bescherming bieden aan akkervogels in de top van de voedselketen, is de landbouw de basis. Kennis uit monitoring en onderzoek is belangrijk voor de verbetering van maatregelen voor akkervogels en biodiversiteit. Samen kunnen we het verlies ombuigen naar biodiversiteitsherstel. Landschapsbeheer Groningen ondertekent dit manifest en pleit voor een integrale benadering, voor een structurele samenwerking in samenspraak met bewoners, overheden en partners en wil er graag mee aan de slag. Wij van collectief Groningen West vinden dat biodiversiteit de basis is van het boerenbedrijf. En daarom vinden wij als Natuur- en Milieufederatie Groningen dat de menselijke activiteit slim moet worden gecombineerd met de ruimte voor de biodiversiteit. En samen willen we de kracht, de energie en de middelen die we in dit gebied hebben samenbrengen om er met elkaar zoiets goeds mogelijk van te maken. Dat is wat we met elkaar willen bereiken met het Deltaplan Biodiversiteit. Ik heb een mooi veldboeketje geplukt om aan te geven dat wij samen willen werken aan de biodiversiteit in Groningen. Ik doe dat samen vandaag met Wouter Schert. En wij doen dit vanuit het gebied van Groenholt, waar we eigenlijk al jaren samen met landbouw proberen de biodiversiteit te vergroten. Eigenlijk is dit plan een logisch vervolg op de samenwerking die we hebben. Ik hoop dat wij nog heel veel gezamenlijke resultaat hebben te vieren. Dank u wel. Goed uit het Westelijk kwartier. Ik heb een bosje bloemen en 7 landschappen boeken en we hebben het manifest naar een rijk platteland.
Wij willen graag samen met jullie, provincies, maar ook met de waterschappen en gemeentes, hier werk van maken. We willen echt aan de slag. En als jullie dan de vraag stellen van neem die regie, ja, dan pak ik die graag op. Maar niet zonder jullie. Maar we doen het gewoon wel. En dat is denk ik ook symbool voor waar we met elkaar mee bezig zijn. Mensen van plannen maken, gewoon hand aan de ploeg. En we gaan het gewoon doen. En we doen het gewoon met elkaar. Complimenten en ik pak de bal op. Super.